staan we? We zijn bij de Vrijlemanborg in Slochteren. Altijd een prachtig plaatje. Ja, wat mooi. En wat gaan we doen? Wij gaan op bezoek. Wij gaan een object ophalen voor de tentoonstelling Ode. We krijgen als het goed is een object van de Vrijlemanborg, de Van Houten Stichting. Ja. En van de Jan Mensen van Diepe Stichting. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, oh, ik ben ook benieuwd. Nou, gaan we gauw. De Vrijlemanborg is gelegen op een landgoed van ruim 23 hectare. De borg werd in de middeleeuwen als steenhuis gesticht en groeide uit tot een imponerend gebouw met invloedrijke bewoners. De laatste bewoners, de familie Thomas Auteuzink van de Hoop van Slochteren, verkochten de borg in 1972 aan de Gerrit van Houten Stichting. Na restauratie werd de Vrijlemanborg een museum. Vanaf het begin heeft de collectie van Van Diepen een belangrijke rol gespeeld in de inrichting van de borg. Deze bijzondere band leidde ertoe dat de Jan Mensen van Diepe Stichting in 1994 haar collectie onderbracht in een nieuw depot op het landgoed Vrijlemanborg. In de Vrijlemanborg kan men verspreid door het gebouw kunstwerken uit de Van Diepe collectie bewonderen. Vandaag zijn Sanne en Carlijn op bezoek bij Henny van Harten, die meer vertelt over de objecten die te zien zullen zijn in Ode. Ik heb hier mijn kantoor en daar staat een voorwerp. Het is eigenlijk wel een heel apart voorwerp, want ik zei het net al, de Vrijlemanborg is natuurlijk als museum een borg en een koetshuis met een tentoonstelling. Maar het park maakt ook een ontzettend belangrijk deel uit van zo'n landgoed. En dit hing dus zo rond 1900 bij de ingang van het park. En daar kon je dan vrijwillige bijdrage in gooien, want het was natuurlijk hartstikke duur om zo'n park te onderhouden toen de familie met een lange achternaam Thomas en Auteuzink van de Hoop van Slochteren. Die probeerde om het hoofd boven water te houden. Ja. Het grappige is, we hebben nog steeds een collectebus bij de ingang van het park staan. Maar tegenwoordig kun je gewoon digitaal betalen. Even chippen. Ja. Ja, precies. Ja. Ja. Wat gaaf. Ik denk van dat lijkt me wel een leuk voorwerp om te laten zien dat we niet alleen maar een huis zijn, maar dus heel veel. Het is een heel landgoed eigenlijk. Ja. Ja, precies. Nou, hartstikke mooi. Ik denk dat het inderdaad heel goed Vrijlemanborg en het park symboliseert. Dus wij nemen dit vaak op als tuinleen in de tentoonstelling van Ode. Mooi zo. Super, enorm bedankt. Oh. Want hier zit dus die Van Diepen collectie. En dat zijn bij elkaar bijna 10.000 objecten die voor een deel ook in de Vrijlemanborg staan. Mm-hmm. En verderop uitgeleend worden aan alle provinciale musea, maar ook daarbuiten. Als een museum het leuk vindt om wat te lenen uit deze collectie, dan kan dat. Ja. Dat is altijd natuurlijk. En waar bestaat de collectie voornamelijk uit? Het is voor een groot gedeelte geschiedenis Oranje-Nassau. En verder heel veel Aziatisch porselein, Chinees en Japans. Er zit een hele mooie topografische collectie, allemaal kaarten en prenten van Groningen, stad en van provincie. En ook een verzameling beeldende kunst, met onder andere bloemschilderijen, maar ook allerlei andere zaken die vooral met noordelijke kunstenaars te maken hebben. Ja. Maar de Oranje-Nassau is het grootste, dus ik denk van om de Van Diepen collectie, als het ware, te laten zien, kies ik dan een bord uit. Schitterend. Die plooischotel heet dat, want hij heeft zo'n hele mooie golvende vorm. Ja. En hij is gemaakt in Makkum. Dus het is Makkumer aardewerk. En daar staan dan stadhouder Willem de Vijfde en zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen op. Aan weerszijden van een oranjeboompje. Ze kijken een beetje verdrietig. Ja, ze kijken, hè. Want ze hebben het gevoel dat ze zouden graag bij iedereen populair willen zijn in Nederland. Maar dat zijn ze niet. Want de patriotten aan het eind van de 18e eeuw, die willen eigenlijk dat Oranje huis wordt kwijt. Ja. En vandaar dat ze zo'n geweldige uitdrukking op hun hoofd hebben, want ze zijn gehoond, gesmaad en gesaat. Oh. Ze worden gepest door de Nederlandse, deel van de Nederlandse bevolking. Ja. En dat levert, die tijd is zo rond 1780, 1787, levert dat een enorme golf van keramiek op, waar of het Oranje Huis de hemel in wordt gekregen, of wat de patriotten dan maakten, met natuurlijk een heel negatief beeld werd er dan geschapen. Politiek activisme in aardewerk. Ja, precies.
En ik denk dat sommige mensen die dat konden betalen, die hadden dat gewoon in huis staan. En kon je gewoon zien van, ze zijn voor of ze zijn tegen, hè, in wat jij